Kijk, 7000 man, dat lijkt misschien veel, maar weet je, op een gegeven moment went het. Ja, en sterkte helemaal. Oké. Okay. 1071. 1072. Als je mensen confronteert met een situatie waarin er gedwongen ontslagen zijn, betekent dat dat je absoluut je moet inleven in hoe iemand het kan ervaren. Goed, uitgejankt. Ook al is het geen fijne boodschap, ik probeer mensen toch altijd mee te geven dat er altijd waardering is geweest voor ze. We zetten de vuilnisvoort dan zelf op buiten. Kijk, sommige mensen hebben hun hele leven opgeofferd voor de ING en hun geloofwaardigheid. Howard, even over je functie. Nou, ik denk wel dat mijn ouders trots op me zijn, ja. Dat kan ik dan niet begrijpen. Zo krijg je de publieke opinie toch tegen je. Kijk, de keuze over wie je wel of wie je niet ontslaat, dat moet natuurlijk zorgvuldig gedaan worden. 1, 2, nee. 7000 man, dat lijkt veel. Maar ja, op een gegeven moment dan kom je er gewoon in. En dan doe je zo 2, 3 tegelijkertijd. Hey Wendy, hey. Zeg, noem eens een getal onder de 10. Hey Suzanne, hey. Hey, zeg, dat zwangerschapsverlof van jou, hè? Hey Richard, hey, kop of munt? Ah, laat ik maar. Je bent ontslagen. Wens me succes, hè? Nou, het zit erop. Nog eentje. Wie? Als ik ontslagen zou worden, dan zou ik het zien als een kans. Nee, ik vond het hartstikke gezellig in ieder geval. Nieuws uit te proberen. En succes met alles? Ik zou het zien als een kans.